ga verder waar we mee geëindigd zijn, namelijk de cliffhanger. Wat gebeurt er? Nee, hè? Oh, gelukkig. Gered door de natuurkunde. Een mooi massa 4 systeem. En daar gaan we het over hebben. Massa 4 systeem en resonantie. We gaan eerst naar het massa 4 systeem en we kijken even naar de trillingstijd. Waar hangt de trillingstijd van af bij zo'n massa 4 systeem? Nou, massa 4 systeem, je zou zeggen massa. En inderdaad, dat klopt. Als je een zware massa ergens hangt, dan gaat die traag heen en weer. Dus meer massa betekent dat de trillingstijd toeneemt. Hoeveel neemt het toe? Nou, als een massa 4 keer zo groot wordt, wordt de trillingstijd 2 keer zo groot. Het gaat over de wortel, zoals je zult opmerken. Wortel 4 is 2 keer. Je kunt je afvragen van nou, uitwijking, als je meer uittrekt, ja, wordt het dan ook groter? Nee, dat is niet zo. Je moet natuurlijk de uitwijking niet te groot doen, want anders krijg je een stuk ijzerdraad in plaats van een veer. Maar als je het niet te groot doet, dan is de uitwijking niet van invloed op de trillingstijd. Wat wel zo is, is het type veer, de veerconstante. Als je een stugge veer hebt, dan zal hij sneller heen en weer trillen. En als je een slappe veer hebt, dan gaat hij weer traag heen en weer. Oftewel, grotere veerconstante betekent juist een kleinere trillingstijd. Wat is hier het verband in? Dat is ook hier weer. Als de veerconstante 4 keer zo groot wordt, dan wordt de trillingstijd 2 keer zo klein. Ook hier is de wortel weer van belang. Als je dat in een formule stopt, dan krijg je als formule voor de trillingstijd deze formule. Trillingstijd is 2pi van de wortel van m gedeeld door c. Oftewel, eventjes toelichten, m. Natuurlijk de massa in kilogram. C is de veerconstante in newton per meter. En dan krijg je dus tenslotte de trillingstijd in secondes. Dan kun je zeggen van ja, maar die 2pi heeft te maken met dat zo'n trilling is opgebouwd uit een cirkelbeweging. En één cirkel is gelijk aan 2pi radialen. Veerconstante, die kun je natuurlijk ook op een andere manier berekenen. En het is vaak een combi van deze formule en van deze formule om de veerconstante te berekenen. Veerconstante is f gedeeld door u. En je ziet hier, hoop ik, ook meteen van, oh, wacht eens. Dan komt daar natuurlijk ook deze vandaan. F is min c keer u, wat te maken heeft met een harmonische trilling. En dit is dan ook zo. Je hebt hier een trillingstijd bij een massa 4 systeem, maar eigenlijk is het trillingstijd bij een harmonische trilling. En dat betekent dus dat deze formule eigenlijk ook zou moeten gelden voor een slinger. Maar ja, veerconstante, slinger, wat is dan hier die c? Nou, het blijkt dat bij een slinger de constante gelijk is aan m mal g gedeeld door l. Je kunt een beetje voorstellen, m keer g, dus de kracht die de slinger doet bewegen. Dus dat is in feite de zwaartekracht en dat is gewoon in newtons natuurlijk. En L is de lengte van de slinger in meters. En dan zie je dus inderdaad dat die C als eenheid heeft newton gedeeld door meters. Oftewel, dat komt mooi overeen. Nou, wat is dan de trillingstijd van de slinger? Ik pak eerst de formule die voor de harmonische trilling geldt. T is 2pi maal m gedeeld door C. En dan vul ik voor C, vul ik die m maal g gedeeld door L in. Delen door een breuk is vermenigvuldigd met omgekeerde, op deze manier. En dan zie je dus dat je een massa kunt wegstrepen. Oftewel, de trillingstijd van een slinger is gelijk aan 2pi van de wortel van L gedeeld g. En dan zie je dus dat bij een slinger de trillingstijd niet afhangt van een massa. Moet je dit allemaal onthouden? Nou, is wel makkelijk, maar je hebt natuurlijk ook binas. Kijk, en dan zie je bij een binas, trillingstijd massa 4 systeem, heb je deze formule en die staat onder de HAVO en alles wat bij de HAVO geldt, geldt ook voor VVO trouwens. En voor een slinger staat die hier en deze staat bij overig. En overig betekent dat je in principe niet hoeft te weten dat die bestaat. Maar wat ik zei, het is wel makkelijk om te weten, want sommige opgaven kun je een stuk eenvoudiger mee oplossen. Maar in ieder geval wel natuurlijk dat je deze paraat moet hebben. En je moet weten dat deze bestaat. Goed, dus trillingstijd 2pi maal wortel van m gedeeld door c. Maar frequentie is 1 gedeeld door t.
Dus frequentie kun je heel eenvoudig daaruit halen. Frequentie is 1 gedeeld 2 pi maal de wortel van, en dat is ook omgekeerd, c gedeeld m. Dat betekent dus dat bij een harmonische trilling er altijd een frequentie bij is die ontzettend fijn is om te gebruiken. En dat heb je, hoop ik, wel eens een keer meegemaakt toen je op de schommel zat. Maar misschien zit je er nog wel eens een keer op. Dat is altijd plezierig. En dan heb je één bepaald ritme waar je lekker heen en weer gaat. En wat ook heel plezierig is, bijvoorbeeld bij koekoesklok. Ja, de slinger gaat ook met een bepaald vast ritme heen en weer. De frequentie ligt vast. En ja, wie heeft er niet op gezeten? De wipkip. Ja, nou ja, goed, een wip schildpad zo te zien. Maar ook hier heb je een bepaalde frequentie. Daar gaat het lekker om. En we noemen deze beweging eigen trillingen en eigen frequenties. Kun je niet een frequentie dwingen te gebruiken? Nou, dat kan wel, maar kijk, schommel, nou, dat gaat niet echt, het kan maar. Van de vorige pak je been recht, hè? Ja? Goed zo. Zo zie je nog een kind wat luistert. Kijk, dat gaat goed. Ja, en als je een frequentie gebruikt die gelijk is aan de eigen frequentie, dan gaat het in één keer goed en we noemen die situatie resonantie. Resonantie betekent dus dat je een frequentie gebruikt die bij het systeem hoort. En dan gaat het ontzettend makkelijk. Maar ja, soms is het niet zo handig. De frequentie van fluit is gelijk aan de eigen frequentie. En dan is het tijd om scherven op te ruimen. Oftewel, mooie tijd om te stoppen. Bedankt voor het horen en tot horens.